nationaal en internationaal songfestival-icoon. Een droompaar dat bewezen heeft dat deelnemen aan het songfestival echt wel belangrijker is dan winnen. En dat de laatste uiteindelijk wel de eerste zullen zijn. Deze award is voor twee mensen met een hart voor het songfestival. Een hart voor de fans en niet in het minst voor de holibies onder hen en ook met een groot hart voor eurosong.be. Dames en heren, graag een staande ovatie voor twee schatten van mensen en vanaf nu ook officiële schatten van eurosong.be, Nicole en Hugo. Het doet ons heel veel plezier dat we die erkenning krijgen. Het is heel laat gekomen, maar ja, een artiest moet een tijdje bezig zijn om een lifetime achievement te krijgen. Dus, maar we zijn er echt heel blij om. We zijn zeker wat Eurovisie betreft. Eurovisie Songfestival blijft altijd heel diep in ons hart. Ja, ondanks die laatste plaats. Het blijft een fantastisch iets geweest voor ons en we koesteren dat. Maar we hebben iemand speciaal uitnodigen om die awards aan jullie uit te reiken en eigenlijk was het heel simpel. We hebben gewoon de vleesgeworden allereerste keer uitgenodigd. Een tijdgenote van jullie, over wie jullie ook soms flauwe grapjes durven maken tijdens optredens, maar ze kan daar zeker tegen. Nog zo fossiel wil ik als wij. Voilà, dus ik zou heel graag uw applaus vragen en het fossiel op het podium. Pina Verleeg! Dames en heren, ik mag het heel even vasthouden, maar ik moet het zo dadelijk afgeven. Maar ik wou eerst nog wat. Wij hebben heel veel meegemaakt, samen voorzien. Toen jij met Hugo begon te zingen, ja, toen was ik je een stukje kwijt. Hè? Ja, van iemand anders. Maar wij hebben zo vaak samen opgetreden, wij hebben zelf samen verschillende selecties voor Calvinisma Eurostand gedaan. Wij zijn ons liever eigenlijk als het zonder maakt vriendelijk weer. Wij hebben altijd goed met geworden. En dat vind ik zo fantastisch. Nogmaals, hartelijk bedankt. Proficiat. Bedankt. Hoe lang gaan Nicole en Hugo nog door? Och. Dat zal de lieve God wel weten. Zolang dat we nog een beetje gezond blijven. Enfin, we hebben al tamelijk wat meegemaakt qua gezondheidsproblemen, maar dus de gezondheid het toelaat. Maar we gaan misschien wel stilletjes afbouwen. Beter stoppen in schoonheid. Ja, dan zullen we ons moeten sproeien natuurlijk. Nee, we zullen gewoon afwachten wat er uit de bus nog gaat komen. Dus nog eventjes voortdoen en dan langzaam naar het einde toe en afscheid nemen van een fantastisch publiek dat we gehad hebben.